Hey heren, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Workout Wednesday. En vandaag heb ik een aparte video voor jullie, althans iets anders dan normaal, want ik ga met jullie een nieuw programma doornemen. Ik volg op dit moment het dubbele progressiemodel en die wil ik graag met jou delen. En dus als je op zoek bent naar een nieuw programma of als je denkt van ik doe al best wel lang hetzelfde, dan kan dit ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld een plateau doorbreekt. Dit is een van de beste modellen om snel vooruit te gaan. En die wil ik graag een beetje doornemen. Oké, het belangrijkste om te weten is dat ik in een rep range, het is in een herhaling range van ongeveer 4 tot 6 herhalingen zit. Wat houdt er nou precies in? Nou, je wil minimaal 4 herhalingen halen en maximaal 6. Nou, ik ga het even voordoen in een oefening. Nou, straks in de video zie je mij de oefeningen voordoen en dan zal ik even wat tips geven over de oefeningen en hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat. Oké, we gaan even een voorbeeld nemen in de barbell deadlift. Nou, wat ik straks ga doen, ik noem even een voorbeeld even om het makkelijk te maken. Stel je voor, dus ik kies een gewicht uit van 100 kilo. En ik zet 100 kilo neer en wat ik dus ga doen, ik ga kijken, oké, hoeveel kan ik? Nou, stel je voor dat ik 6 herhalingen haal, dan is het de bedoeling dat ik het gewicht ga verhogen. Want het is de top van de rep range en als je de top van de rep range bent, wil je juist het gewicht verhogen. Dus ik ga met de kleinste stap ga ik het verhogen. Dus ik ga bijvoorbeeld naar 102,5 kilo. Dus ik ga kijken hoeveel ik red. Je wil minimaal 4 herhalingen halen. Lukt dat niet? Dan is het gewicht te zwaar voor je. En dan ga je gewoon weer terug naar 100. En dan probeer je gewoon 3 keer 6 met 100 kilo. Maar in dit geval, ik noem bijvoorbeeld, is het gelukt om 4 herhalingen te maken. Nou, in de derde set ga je dus kijken, hey, lukt me dat nog een keertje? Nou, in dit geval lukt dat wel even als voorbeeld. Dus wat je dus gaat doen is, dit is jouw nieuwe gewicht voor de volgende keer. Dus als je de volgende keer dat je de deadlift gaat doen, ga je dus 102 kilo, begin je met, dan start je gewoon mee en dan probeer je uit te werken na 6 herhalingen. Als je 6 herhalingen weer gehad hebt, ga je het gewicht weer verhogen en zo ga je vooraf aan beginnen. Nou, ik ga jullie even meenemen naar de workout. Hey, dit is Danny eventjes hier. Sorry dat ik de video even onderbreek. Maar als je hulp nodig hebt bij het afvallen, stuur me dan een persoonlijk berichtje en dan ga ik kijken als ik jou kan helpen. Nou, welkom allemaal bij de eerste oefening. De eerste oefening van dit programma is dus de barbell deadlift. Nou, dat heb je net al even laten zien op het body voor. Dus hier begin ik dus mee. Nou, zoals je ziet, het is best wel een zwaar gewicht. Dus ik heb van die straps heb ik gekocht. Althans, die heb ik al een tijdje. Maar ja, deze heb ik gewoon even nodig om het gewicht omhoog te krijgen. Want ik merk dat mijn onderarmen niet genoeg kracht hebben om die barbel de lucht in te krijgen met zoveel gewicht. Oké, nou even goed voorbereiden dus. Probeer goed je buikspieren aan te spannen. Rug recht. Here we go. Dus ik probeer dus 6 herhalingen te halen met deze. Nou, here we go. Daar gaan we. Nou, probeer, belangrijk bij de deadlift is om te denken, je wil, als allereerste wil je eigenlijk, ik wil met mijn heupen naar achteren. Ik zie veel mensen, wat een veelgemaakte fout bij deadlift is, dat mensen nog gaan squatten terwijl je een deadlift doet. Dus probeer erop te letten. Dus ik probeer 6 herhalingen te doen. Nou, ik heb wel een behoorlijke strakke broek aan. Nu ga je er sowieso naar kijken. Oké, het is in de tweede set, zoals je ziet, heb ik dus het gewicht verhoogd. Ik heb 6 herhalingen gehaald. Dus wat wil je nou? Je gaat gewoon weer proberen. Hey, hoeveel kan ik? Want ik probeer nou gewoon weer 6 herhalingen te halen. Lukt dat? Nou, dan ga je gewoon weer in gewicht omhoog. Lukt dat niet? Dus je wil minimaal 4 halen. Is dat ook prima? Dan haal je het gewoon het gewicht. Lukt 3 helemaal, 4 helemaal niet? Dan ga je gewoon weer terug naar het oude gewicht. Maar zoals je ziet, ik haal hier 6 herhalingen. En ik ga dus door naar de volgende set, zoals je ziet. En ik doe nog wat kilootjes erbij. Nou, ik zit hier behoorlijk lang even aan het wachten. Dus pak voldoende rust tussendoor. Hè. Ik raad je aan tussen deze oefeningen 2 tot 4 minuten rust. Dat is echt belangrijk, want anders haal je het gewoon echt niet.
Minimaal 2 minuten. En als je denkt van, hey, ik heb wat langere tijd nodig, probeer dat gewoon. Nou, dan gaan we naar de laatste set. Nou, we gaan gewoon kijken hoeveel erin zit. Dus nummer 1. 2. 3. Yes, 4. Oké, dus ik heb 4 heb ik dus gehaald. Nu wil je dus, ga je beginnen dus met hetzelfde gewicht. En de volgende workout probeer ik dus 6 te halen. Oké, we gaan even naar de tweede oefening. Is het dumbbell row. Nou, ik probeer gewoon nog steeds dezelfde 4 tot 6 rep range, 4 tot 6 herhaling probeer ik gewoon te halen. Nou, zoals je nu ziet, haal ik er gewoon 6. Doe ik hem naar de andere kant, haal ik ook gewoon 6. Belangrijk bij deze oefening is, hè, dus probeer goed te ondersteunen met je armen tegen het bankje. Je wil je schouders, of je hand wil je recht onder je schouder hebben. Belangrijk, rug recht. En trek hem rechtstreeks omhoog. Oké, dan gaan we door naar de volgende. En de volgende oefening is het lat pull down. Nou, ik krijg best wel last van mijn onderarmen. Ik verlies gewoon het grip als ik best wel zwaar train. Nou, dus ik heb gewoon weer mijn die straps die ik bij de deadlift ook had. Die gebruik ik hier ook. Belangrijk hierbij. Eerst schouderblad naar achteren. Hè? Dus ik trek mezelf echt. Hup, dan activeer ik al mijn rugspier. En wat ik doe, ik ga niet dit doen. Nee, ik ga mijn ellebogen naar binnen. Zoals je ziet, ik kan ook niet verder. Hè? Dus sommige mensen die ook heel vaak gewoon de borst aantikken. Nou, zover kan je eigenlijk niet komen, want dan train je niet optimaal je latissimus dorsi, ja, dus je brede rugspier. Nou, hetzelfde hierbij gewoon. Volgens mij haal ik hier 6. Dus ik probeer het hierna, probeer ik het gewoon weer gewicht omhoog en dan probeer ik 4 keer. Nou, in dit geval lukte me dat niet, dus ik hou het gewicht op hetzelfde. Oké, de laatste oefening. Ja, het zijn maar 4 oefeningen. En ik zal je zo even uitleggen waarom. Oké. Dus wat je hier wilt doen, bij de calf raise, probeer je 2 seconden hier beneden vast te pakken. En 2 seconden aan het einde. Hè? Waarom doe ik dit? De kuitspier, onderste van de kuitspier, is voornamelijk bindweefsel. En bindweefsel reageert niet op snelle herhalingen. Dus wat wil je? Je wil juist goed even wachten. Hier en daar, goed vasthouden. Nou, ik werk normaal tussen de 4 en 6 herhalingen. Dit is een isolatieoefening. En daarbij zit ik tussen de 8 en 10 herhalingen. Nou, het is wetenschappelijk bewezen dat isolatieoefeningen op hoge herhaling beter reageren. Dus daarom pak ik de range van 8 tot 10 herhalingen. Nou, dit was de workout van vandaag. Nou, ik zal even uitleggen waarom ik eigenlijk maar 4 tot 6 herhalingen doe. Althans 4 oefeningen. Hè, want het is eigenlijk een hele korte workout. Nou, ik train 5 dagen in de week. Deze tijd van deze oefeningen ligt best wel hoog. Hè, dus ik ga echt voluit, maximaal. Hè, dus deze schema is echt weinig volume, maar niet intensiteit omhoog. Hoe meer sets je kan doen, hoe lager de intensiteit wordt. En als je gigantisch veel sets doet, dan kan je niet zo zwaar trainen. Dat train je niet optimaal, dat red je gewoon niet. En je herstelcapaciteit die wordt gewoon minder wanneer je te veel doet. En dus dat wil je zien te voorkomen. Veel mensen die doen te veel in de sportschool. Maar ik durf te wedden, als je bijvoorbeeld maar 4 oefeningen doet en dan 5 keer in de week. In totaal 20 oefeningen en dan voluit. Althans voluit. Echt met echte werkzet, dan ga je veel meer resultaat boeken. Nou, ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad. En ik zie je in de volgende video. Hey, dit is Danny nog eventjes hier. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Wanneer jij 5 tot 20 kilo vetmassa wil verliezen en er echt klaar voor bent, stuur me dan een berichtje. Want ik heb namelijk een online coachingprogramma waarbij ik alleen dit jaar al tientallen transformaties heb neergezet. Stuur me een berichtje of kijk voor meer informatie op www.itsyouagainstyou.nl.